Ja, dat was nog eens een mooi nummer om even wakker te horen op de zondagmorgen. Yeah! Goedemorgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zondagmorgen, zoals ik al zeg. Even ingestart met een leuk liedje. Back in times. Ja, het is mooi weer zoals je ziet op de achtergrond. En vandaag ga ik weer een keer een wedstrijdje beleven. Ik mag vandaag weer een wedstrijdje gaan beleven. Ja. Dat gaan we doen tegen thuis, tegen RBC. Wat een lastig potje, want RBC is de laatste jaren achter elkaar gepromoveerd. We hebben ook een idee wat ze willen. Niet dat wij het niet hebben, maar ze hebben echt een idee wat ze willen. Ze willen weer naar de top. En de top. Dat is in ieder geval KKD, zo ga ik het begrepen. Dan is natuurlijk de vraag of ze überhaupt wel in KKD kunnen komen als er teams blijven bestaan. Of voor mij kun je dan pas weer intreden op het moment dat er weer een team eruit geknikkerd wordt. Door, net zij financieel, zeg neem Vitesse, die op een randje stond. Bijvoorbeeld zo'n situatie, dus dat er een club het financieel niet meer kan trekken en uiteindelijk de licentie wordt ontnomen. Dus ja, het is de vraag of dat gaat lukken. Maar goed, in ieder geval tegen RBC. Vorige week hebben ze gewonnen. Het team. 5-1 had ik begrepen. Nou, dat is natuurlijk een mooie binnenkomer. Dat was tegen Milo Hout. Dat was ook volgens mij was het een promovendus ook. Net als RBC. Alleen zoals ik al zeg, RBC. Is de laatste jaren, of drie of intussen vier jaar lang, al achter elkaar gewoon iedere keer gepromoveerd. Dus ieder jaar hebben ze die promotie gedaan. En daar kun je iets van zeggen dat het natuurlijk een goed team is. En ik dacht wel gezien dat ze de eerste wedstrijd, maar dat durf ik niet helemaal 100% zeker te zeggen, dat ze de eerste wedstrijd gelijk gespeeld hadden. Maar goed, het is maar start van de competitie. Nogmaals, we hebben gewonnen. Ik loop te twijfelen. In ieder geval goed. En volgende week mag ik ook weer aantreden. En dan gaan we naar Groene Ster, oftewel naar het zuiden van het land. Volgens de adressering is het in Heerlen. Maar anderen zeggen weer, het is Sittard. Ja goed, Heerlen en Sittard ligt natuurlijk naast elkaar. Dus hij is niet zo heel erg ver van elkaar af. Maakt het niet zo uit. Het is in ieder geval richting het zuiden. Waar ze allemaal Limburgs praten. Of in Limburgs kallen. Goed. Nou, net even een gymmetje gedaan. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb niet alles gedaan van mijn trainingsarbeid die ik had willen doen. Een beetje flowig vandaag. Ik weet niet waarom. Misschien, ik weet het niet. Ik probeerde voor mezelf een de vinger achter te leggen hoe of wat. Gisteren niet echt iets van een feestje gehad. Ja, oké, ik heb gisteren wel lekker voor de televisie gehangen, filmpje gekeken. Of is eigenlijk een biertje erbij. Gewoon lekker rustig aan, lekker chill gedaan. En zo heb je dan een keer zo'n dag. Maar goed, blijf staan. Ik ben geweest. Dat is belangrijk. Vooral het feit dat je gewoon toch gaat. En al doe je dan maar, wij spreken, drie kwart van je hele trainingssessie, dan heb je toch in ieder geval drie kwart iets gedaan. Toch? Simpel. Dat is maar simpel. Ja. Oh ja, en ik kwam van de week tot de ontdekking dat natuurlijk een beetje mede door het werk, maar dat ik dit jaar nog nooit zoveel kilometers heb gereden met de motor dan de tijden dat ik een andere motor had. Het is echt gewoon heel bizar. Hoeveel kilometer dat ik intussen met dat ding al heb gereden. En dat is gewoon echt bizar. Natuurlijk heeft er ook mee te maken dat mijn werk, dat is ongeveer 55 kilometer heen en 55 kilometer terug. Dus je maakt dan per dag 110 kilometer. Nou, neem dat dan 5 dagen in de week.
drie weken achter elkaar, nou ja, dan heb je een behoorlijk aantal kilometers te pakken. Maar ook gewoon zo een keertje rijden, een keer met zo'n toertochtje mee. Straks ga ik denk ook met de motor naar de club. Ja, het zijn dan maar weer kleine afstandjes. Maar toch, alles bij elkaar genomen, heb ik ja, best wel redelijk wat kilometers met die motor gereden. En nogmaals, ik heb zo de indruk af en toe dat ik al meer kilometers heb gereden met deze motor dan wat ik ooit met andere motoren heb gereden in zijn totaal. Het zegt wel wat. Het zegt erop dat, nogmaals, heeft ook een beetje met werk te maken, omdat de afstand natuurlijk naar het werk is 55 kilometer. Kijk, ga je in de omgeving werken. Ik heb ook een keer een tijdje in Wijchen gewerkt. En dan kon ik ook met de motor, maar Wijchen is maar 11 kilometer, 10, 11 kilometer ongeveer. Dus ja, dan schiet dan die aantallen in kilometers niet op. Maar in zijn totaliteit aan het rijden met de motor, ik kan wel zeggen dat ik dit jaar toch wel erg veel heb gereden intussen. Dus, maar goed, het maakt niet uit, daarvoor heb ik hem ook. En daar ben ik alleen maar blij om. Dus ja, en volgende week zit er, of komende week, zit ook weer heel mooi weer aan te komen. En dan moet ik een keer een dag naar Gilsen. Dus dat is ook alweer iets van tegen de 62, 63 kilometer aan, geloof ik. Alleen heen. En dan ook weer natuurlijk later in de middag weer terug. En dan weer gewoon het werk weer. Zolang het mooi weer blijft, kan ik met dat ding gaan rijden. Dat heeft natuurlijk ook te maken, ik heb die kleding gekocht. Ook dat scheelt natuurlijk een stuk. Voorheen had ik alleen maar een spijkerbroek en een jas. Weliswaar een motorbroek als broek. Dus met Kevlar erin. Maar ja, als het dan een beetje koud is, dan ga je al niet meer, want dan wordt het toch wel koud aan de benen. En nu heb ik die overbroek, of tenminste die echte motorbroek, die toch wel met een temperatuurtje van zeg maar 15 plus, 10, 15 plus, met de binnenbroek, ja, dan kun je gewoon gaan rijden. En dat scheelt dan weer een stuk in jouw motorrijden, dat je gewoon eerder op dat ding kan stappen of later in het seizoen nog een keer kan rijden. Dus ja, vandaar. Nou ja, goed. Het zit er nu op. Ik ben thuis, zoals je al ziet. En de auto is ook al uit. En dan gaan we klaarmaken. Gaan we douchen. Schering. Even lekker schering. En dan ga ik straks naar de club. Dus ik zou in ieder geval zeggen, even een duimpje omhoog. En abonneer op dit kanaal. En dan zie ik jullie volgende week terug. Ik ben helemaal blij mee. Ik ben echt benieuwd hoe dat vanmiddag gaat met voetballen. Maar ik denk dat het wel goed komt. Dat komt denk ik goed. Top! Nogmaals, even blauwe duimpje. Abonneren. Tot de volgende keer. Ik zeg de groeten. En ciao!